heeft al 11 jaar zijn bekende havenstaddagen georganiseerd. Elk jaar komen schepen uit nagenoeg heel Nederland Gouda bezoeken. Dit jaar, de 12e keer, zou een bijzonder jaar worden. Ik wil me graag even voorstellen, ik ben voorzitter van de museumhaven. Op donderdag 29 mei gaven de voorzitter en het bestuur van de stichting Gouda Havenstad een persconferentie over het evenement in het Schipperswachtlokaal aan de IJsselkade. De entiteit is die dit evenement organiseert. Het initiatief voor het evenement komt uit de museumhaven, dus vandaar die personele verbinding. Vandaar dat we in ieder geval voor dit evenement hebben gezegd, Gouda Waterstad is precies wat we bedoelen. De rijke waterhistorie van Gouda, met doorvaart. Ongeveer 150 oude schepen, waarvan de oudste uit 1885 en de meeste schepen meer dan 100 jaar oud, deden Gouda aan. Een reunie van historische vaartuigen onder de vlag van de Landelijke Vereniging tot Behoud van Historische Bedrijfsvaartuigen, de LVBHB. Vissermansschouw, Friese Zeetjalk, Zalmschouw, Stenklipper, Hagenaar en Groningertjalk zijn maar een paar te noemen type boten. Op uitnodiging van de stichting Gouda Havenstad kwamen zij naar de Havenstaddagen. Je weet nooit wat er gebeurt. Dan strijd je overboord. Je gaat altijd overboord op het moment dat je het niet wil. Ja, dat ja, maar dan heb je hem niet om. Dat heb ik ook menig keer. Ik had hem wel om als ik ga sturen. Dat heb ik menig keer meegemaakt. U bent heel welkom. Ik ben de Annegje Rotterdam. De Annegje Rotterdam, ja. En u bent van de historische bedrijfsvaartuigen. Ja, dat klopt. Met name omdat Annegje is jarig vandaag. Oh, en hoe oud wordt Annegje? 100. 100? 100 jaar geleden van de werf gelopen. Een prachtig, jubileum natuurlijk. Maar Annegje, hoe historisch is het bedrijfsvaartuig? Nou, je kan wel zeggen dat het enige heel gerestaureerde, authentiek gerestaureerde Hasselter Aak is. In, nou, misschien wel Europa. Ja, en zo'n vin aan de zijkant geeft dan ook zo'n pochtpoling. En wat is jullie naam? De organisatie LVBHB? Of? Ja, daar luisteren we ook naar. Wij zijn van het Zeekrachtkorps. In principe is het zo hier de brug door en dan gelijk rechtsaf. Rechtsaf? Ja. De meeste schepen kwamen via de Gouwe aan de noordzijde van Gouda binnen. Via de zogenaamde staande mastroute. Maar ook aan de zuidkant van Gouda kwamen schepen binnen via de Hollandse IJssel. Ze werden van harte verwelkomd, ook door tante Leenst, die dat op haar eigen wijze deed. Ziet je niet ook, alsjeblieft. Ja, dat was een kamer. Het wil niet. Pas je op voor je koppie. Pas je op voor je koppie. En hoe denk je een beetje aan onze wallenkanten? En het is gelukkig de trend binnen behoudend varend Nederland, als ik het zo mag noemen, dat steeds meer het oude klinktechniek weer in zwang komt, zodat de schepen er zo authentiek mogelijk uit kunnen zien. Wat als het je lukt in 5 minuten, krijg je applaus. Nou, volgens mij heb je sowieso applaus verdiend als het je lukt. Moet je nou maar even hier komen dan? Mag niet nat worden vandaag, jongen. Ben niet van plan om nat te worden, zeg. Hey, hallo. Even de steven wenden. Ik vind het een prachtig vierbootje, dat slepertje. Ik vind het een prachtig. Ik zou me er zo naar willen laten slepen bij de familie Kamminga. Een borrel? Ja, hè. Ja. Mij, ja. Kijk, mijn kroeg, je moet er iets dichterbij komen, mooi vent. Alsjeblieft, echt te gaan. Ik zou zeggen, proost, welkom in Gouda. Ik hoop dat ze de brug weer open doen voor je.
Nou moet ik zeggen dat ik wel goede banden heb met de haven. Die is jongens, gaat die brug eens open. Alle Nederlandse binnenwateren zijn ondiep. En daarom zijn alle Nederlandse binnenvaartschepen plat van onderen. En als de schepen leeg zijn, zoals dit schip, ligt het hoog op het water. En heeft een hoge mast, dus vangt veel wind. En om dus het zwaar te laten zakken aan de benedenwindse kant, voorkomt het dat het schip dus afdrijft. En met het zeilen zorgt het ook dat het schip niet zijdelings wegdrijft, maar vooruit kan varen. Daar zijn de zijzwaarden voor. Een sleper is bedoeld om dingen te slepen, met name schepen. En vroeger bestonden er hele grote, wat we nu noemen, Rijnaken. Er waren dus grote bulkladingschepen die de Rijn op gingen. En die hadden zelf geen motor. En er hing een sleepboot voor en die brachten die schepen naar Duitsland. In die tijd dat die schepen gebouwd werden, bestond de motor nog maar nauwelijks. En de meeste sleepboten die er waren, die hadden ook stoommachines erin staan. Zelfs de Pieter Boele, bouwjaar 1924, een volledig gerestaureerde Rijnstoomsleper uit Dordrecht, maakte de tocht naar Gouda. De Pieter Boele zou wat rondvaarten over de IJssel verzorgen. Tijdens deze rondvaart passeert de Pieter Boele de trekschuit Castor en Pollux, waar de toneelgroep Podium een voorstelling geeft. In de zomer van 1852, door Maarten de Jong, een reisverslag. Maarten de Jong. Op donderdagmorgen, 29 juli, de dag na mijn verjaardag, vertrok ik naar Gouda om mij aan boord te begeven van de Castor en Pollux, het schip van mijn neef, Eef Oudknecht, die gelegen was aan het Amsterdamse Verlaat. Er komen drie zalfhouwende mannen aan het Er komen drie zalfhouwende mannen aan het Ja, tweede broer. Dat moet je daar even vragen. Je kan daar achter keer draaien. Je kan draaien tegen de, voorbij de tweede brug op het end. Dan ga je daar achteruit de brug in. Ik start om de weg te wijzen. Ja? Van de trots af te pakken of iets dergelijks. Ja? Dan komen er zo twee jongens bij je aan boord. Ja? Zo zal vast even stalen. Het water van Gouda en in het bijzonder de historische doorvaart staat centraal en als thema in de belangstelling. Gouda was vroeger al een knooppunt in de Noord-Zuidroute. En om die reden is aan deze speciale uitvoering van de Havenstaddagen de naam Goudse Glorie gegeven. Vanavond op dat grote podium, of is daar een optreden en morgenavond.